Na een luttele 2 uur slaap ben ik alweer op het vliegtuig gestapt. Deze keer naar Belfast in Noord-Ierland, want daar treedt Solwax vanavond op in Club Shine. We gaan 2 dagen mee met Solwax. Ja. Op tour en doet lead. En vandaag zijn we in Belfast. Mm-hmm. Wat is uw indruk na 2 dagen? Dat de Engelse vrouwen echt wel... Steve heeft gisteren beschreven gremlins zijn. Ja. Ze komen mooi binnen en na een uur of 2 veranderen ze in freaks. De Engelse meisjes. Maar de in Belfast gaat er nog veel erger zijn. Er zijn heel veel groepen, Belgische groepen, die in het buitenland gaan toeren, maar niet die zoveel aanhang aan mij als jullie. Die voor een zaal van zoveel volk staat dat uitverkocht is, waar iedereen zo van gaat. Die Kashmiri jassen krijgen aangeboden. Mooi, hè? Ah ja. Okay, in Japan en in Australië spelen en bevriend zijn met ik weet niet wat voor bekende mensen en door iedereen gevraagd worden om nummers te... Hè? Ja. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we toch ongelooflijk veel geluk gehad hebben. Of niet? Nee, dat je er hard voor werkt. Ja, dat is feit. Maar het is ook niet echt zo belangrijk, hè? Allee, ja. Ah ja, als je in een groep speelt, wil je toch volk bereiken. Dat is toch dat is goed, maar dat is waar. Maar uiteindelijk, wat dan in een Belgische groep is, of je bent een Franse groep of een Duitse groep, een muziek moet. Maar het is voor een Belg toch iets moeilijker absoluut, om. Absoluut. In het buitenland. Feit. En vind je het niet moeilijk dat je nooit thuis bent, bijvoorbeeld? Ja. Want dan zijn je 5 dagen thuis in de maand of zo en dan ligt vol met brieven en moet je naar de politie en moet je dat doen. Dan moeten ze allemaal van die domme dingen doen. En als iedereen zo naar u kijkt, zo van waar komt hij nu? Ja, bon, het hoort bij de job. Het is allemaal niet zo erg. Maar ja, ik zou wel liever een beetje meer thuis zijn. Als er momenten zijn dat je weet dat je terug op tour moet vertrekken, zijn er momenten dat je denkt, ik zou liever thuis zijn. Ja. Ja. Zeker als je zo 2 dagen thuis zit en je bent weer zo in die aan je bed woont. Nee, dus een bus slapen is niet echt altijd comfortabel. Of zelfs in een goede taal slapen. Je eigen bed is nog altijd beter. Mm. Het is gewoon moeilijk om te vertrekken omdat we altijd weg zijn. Mm. En dat we nu thuis zijn. En er zijn dingen die je thuis wilt doen, die moeilijk in leven te houden zijn, zoals mijn katten. Plant op mijn dak, mijn liefdesrelatie, mijn sociaal leven en mijn relatie met mijn familie. Maar los daarvan is ons leven fantastisch hoor. Echt, elke dag is een nieuwe ervaring en ook een nieuwe uitdaging, vind ik. Wat is de uitdaging vandaag? Wakker blijven. Wat wij hier dus nu doen, alleen wat wij eigenlijk nu al een jaar aan het doen zijn, is dan een Radio Solwax. Mm-hmm. Dat is zo'n avond waar wij eigenlijk alles hosten. Zoals dat ze dat zeggen. Dus wij boeken ook de andere artiesten en DJ's. En wij spelen met night versions en DJ. Nu moet jij een vraag stellen, hè? Ja, nu vraag ik me af. Ja. Hoe dat jullie die andere artiesten boeken, is dat op basis van, zijn dat vrienden of zijn dat mensen die je goed vindt of onderweg leert kennen of via? Of zijn het altijd dezelfde? Ze zijn altijd mensen die je gewoon goed vindt, mm-hmm. Maar die zijn meestal ook vrienden. Mm-hmm. Want ze zitten ook op de tourbus met je? Ja, ze zitten op de tourbus. We zien ze ook om te gaan eten en soundcheck en zo. Dus het zijn effectief mensen die we allemaal met de hand kiezen. De meeste van die clubs waar we nu spelen, zouden wij eigenlijk gewoon... Wij komen al een jaar of 3-4 draaien met de DJ's. Mm. En dan vragen ze ons altijd, ze vroegen ons altijd van wie wilt je nog dat komt draaien, wie wilt je dan nog komt. Mm. En toen dat Night Versions, toen dat we daar aan toen waren, dachten we zoiets van kijk, we zouden eigenlijk wel live kunnen gaan doen, maar we hadden geen zin om dat te gaan doen in de venues zodat we normaal zien. Zou ik zijn doen. Bijvoorbeeld in een gewone venue waar gewoon de dinsdagavond, ik zeg maar iets, Placebo zou gaan spelen. Dat zou, dan, Night Version zou dat niet echt goed lukken, want we willen het meestal doen in een omgeving waar mensen komen zoals dat ze voor Tony DJ's zouden komen. Mensen die gewoon willen dansen. Mm-hmm. En niet bepaald gewoon staan kijken naar gasten die op laten draaien zijn.
Ondertussen is Phil erbij komen zitten. Officially, I'm a production manager. That's my job. But it just, that just means making sure everything, all the parts fit together. Steph is the captain of the ship. He's one of these people. It's like a chess player. He knows when to push the buttons of the people, when to wind people up, when to go easy on them. You know, like very subtle in his ways. He's a captain. Dave is like the we know what a nerd is. Mm-hmm. Well, he's an uber nerd. Yeah, like, you know, he's more interested in the like what's going on in the outside world. You know, and he'd rather sit there. He's surrounded by people. You know, potential for having social contact. Yeah, and he'll sit there looking at his laptop, communicating much more basically with people on the other side of the planet when they're half asleep, because it's a different time zone. The Prince of Beast, the Prince of Darkness. Yeah, I mean, he's the quiet one, like as all with all bass players. But you know that what they say, still waters run deep. You know, like he can be, yeah, he's the last one to complain. But he'll be the first one to just disappear. Like, you can't find him. Steve's very down to earth. Very likes things simple. Likes it to be very straightforward. Plays straight from the heart. Like, he's like the engine room on our ship. Okay, Staff comes across as this kind of big, tough, aggressive kind of guy, tattoos. But he's gay. Yeah, we know. Yeah, we do. Alright. Outed on TV. No, yeah, but he's... I'll talk to you later. How did you know that? I just knew that from the moment I saw him. I have that as well. I can spot a homosexual. Okay, that's it. I'm off this gay ass No, he's really sensitive, as you see. Steve me voorstelt een rondleiding te geven op de tourbus, zeg ik natuurlijk geen nee, want ik ben heel erg benieuwd of de bus er als een echte rock'n'roll varkenstal uitziet. Ja, dat is de lounge. De lounge. Plaats genoeg voor 15 man? Nee, 12 man. DVD's? DVD's, gezien. Zo, soft porno zit er wel tussen. Witchblade, Witch Project, Erotic, Witch Project. Ongelooflijk slecht, ongelooflijk. Slechte smaak. Bad taste. Gaan we naar boven? Mm-hmm. Dus waar slaap je? Ik slaap hier. Kan ik je tonen hoe ik slaap in de tourbus? Ik ga wel mijn kleren niet uitdoen. Oké, dus... Zo. Normaal is dat hier zo warm. En dan doe je een gordijntje toe. Ja, iedereen doet een gordijntje toe. Hè, dus... Voilà. Maar dat is niet te doen. Zo. Dat echt aan de koren niet. Dus dat is niet te doen. Dus ik slaap meestal zo met een hand naar buiten of met een been, zodat ik een beetje koude lucht voel. Anders zit het een beetje in een oven. En zo val ik in slaap. Dan moet ik wel oppassen dat ik hier niet te veel ligt te slingeren met mijn handen. Ik word eigenlijk vrij veel wakker, zodat ik doe mijn gordijn open en ik zie dat zijn kont hier ligt. Hij slaapt altijd in zijn bloot. Zo, zijn kont hier zo. Is er veel lawaai dan s'nachts? Nee, jullie slapen allemaal. We slapen. Wow. Als ze zegt dat bijvoorbeeld optreden in Daan is om 4 uur mm-hmm. of 6 uur, mm-hmm. dan zijn we nog altijd 2 uur wakker op zijn minst. Zo een beetje. Wow, nog iets te drinken, een beetje babbelen. Een beetje. Dus we slapen zo rond 8-9 uur 's morgens tot een stuk in de namiddag. Totdat we toekomen in de volgende venue. Ondertussen is het 11:30 geworden en dus maken de jongens zich weer al klaar om hun plek op het podium in te nemen. We'll be right back.
Stefan en David weer het podium op moeten voor een Too Many DJ-set, neemt Woody Staff mijn functie over en interviewt hij Steve en Stefan. En we voelden ervan dat er gevolgd wordt door zo de filmcrew en alles erop en eraan. Die kleine momenten. Dat super dan leuk is, hè? Ja? Ja, toch wel. Boost ons ego, hè? En wat gezin? Nee, dat is aan de tand, hè? Dit is een Van Leuventje. Speciaal gemaakt door Van Leuven. De ingrediënten zijn. Vodka en vodka. Ja, vodka en vodka. En 50-50 vodka. Rock and roll, laten we het daar even zien. Rock and roll is het straks, maar hetgeen we dan nu doen, vind ik ook rock and roll. Ik vind het punk. Het idee is punk. Ja. Maar we hebben een soort van moeilijke gootje die een beetje is dan andere dance. Na zijn DJ-set nemen David en ik afscheid van de band en nemen we een taxi naar het hotel voor een paar uur welverdiende nachtrust. Dat is allemaal niet zo erg. Je doet het ook graag, soms. Doen zelf, spelen zelf doe ik heel graag. Ja. Zal dat, maar nu dat was wel extreem. Ik ben eigenlijk gewoon... Vanavond zijn we extreem gewoon vroeg gekomen voor jullie. Tot de volgende, Antor. Russia for the first time, and it was great. They were full of young people. I don't know how they know the music, because they must have been maybe like 6 years old when we first started. The keyboards are not allowed. This is ready. It's time to start. Microphone. Yeah. Allez, met shotten. Zie dat? Daar heffen dat lukt al niet aan sinds. This is the Music Factory.